Ja, dank voorzitter. En ook dank aan de minister voor de energie die hij gaat inzetten voor 60-plussers. Maar mijn vraag aan de minister is of die diezelfde energie ook wil gebruiken voor 60-minners. En dan richting de EMA. We krijgen heel veel signalen van mensen die zich kwetsbaar voelen en of zijn die graag een herhaalprik willen. En ik zou heel graag willen dat de minister zich daarvoor inspant bij de EMA. De minister. Ja, voorzitter, het vraagt allereerst richting de betreffende mensen hele duidelijke communicatie. En dat is onderdeel van die communicatiecampagne waar ik het zojuist over had. Want het is een inzet en bepalen van wanneer bereik je het meest optimale beschermende effect in relatie tot de risico's op ernstige ziekten. En als ik vaar op de adviezen van het RIVM, dan is het RIVM, zoals u weet en eerder gecommuniceerd met uw Kamer, bekijkt dat nu kortcyclisch continu. En is tot nu toe, tot op de dag van vandaag, nog steeds van mening dat een herhaalprik voor 60 min of alle 18-plussers nu niet geïndiceerd is. Los van de mensen die een specifieke medische behandeling hebben. En die kunnen, zoals u weet, via hun medisch specialist een vaccinatie krijgen. Dan gaat het even over ook de goedkeuring bij de EMA, voorzitter, waar mevrouw Paulusma eigenlijk. Wij zijn daarover telkens in overleg. Maar het vaccin is tot nu toe als herhaalprik voor 60-minners zonder medische indicatie niet goedgekeurd. Dus als ik het ervoor in zou zetten, doen we dat off-label. Betekent dat ook dat ik daarvoor aansprakelijk ben als er eventuele bijwerkingen zijn?